Uitzwaaiend directeur-generaal Roy Bainat Pandey is gisteren gedecoreerd als groot officier in de ereorde van de Palm door president Chandrika Prasad Santokhi. Dit gebeurde in het presidentieel paleis. Het staatshoofd haalde aan dat Bainat Pandey het niet eenvoudig heeft gehad in zijn loopbaan. Maar als hoogste baas van de opsporing en vervolging ging hij altijd recht door zee. U heeft decennia lang uw krachten gegeven aan het Openbaar Ministerie sinds 1919. Bekend als de staande magistratuur. U heeft hiermee de bijdrage om de rechtsstaat staande te houden. U heeft die loopbaan een aantal high-profile, om het zo te noemen, zeer uitgebreide en gecompliceerde strafzaken voorbereid. U hebt daarbij dikwijls moeilijke beslissingen moeten nemen. Dat was president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in het presidentieel paleis. Roy Bainat Pandey heeft in de laatste jaren van zijn loopbaan de hoogste functie vervuld binnen het Openbaar Ministerie. Daarmee heeft de uitzwaaiende PG bijgedragen om de rechtsstaat in stand te houden. Santokhi gelooft dat de PG, die aanzit tot 12 april, hiermee vertrouwen heeft gegeven aan de rechtshandhaving in Suriname.